Helemaal leuk dat jullie kijken naar Fem en ik ga het vandaag hebben over 10 dingen die je kunt doen met washtape. Voor de mensen die nog niet weten wat washtape is, washtape is eigenlijk een soort van decoratief tape. En in deze dan wel roze. Je hebt allemaal verschillende soorten kleurtjes, allemaal verschillende soorten patroontjes. Zijn trouwens best wel goedkoop, gewoon te koop bij de Hema en zo. En ja, het is eigenlijk gewoon een soort tape dat plakt. En ja, daar kan je echt super veel leuke dingen mee doen. Heel veel do-it-yourself zijn er ook van. En ik laat vandaag 10 dingen zien die je met washtape kan doen. Eerst is degene die ik zelf het allermeeste gebruik. Ik vind washtape in ieder geval altijd heel erg leuk voor notitieboekjes. En ik vind het leuk om notitieboekjes daarmee te versieren. De zijkantjes een beetje met washtape te doen. En dan toch net iets meer, ja, ik weet niet, net iets extra's te geven. Ook voor een huis is washtape heel erg handig, want je kan er bijvoorbeeld vaasjes mee versieren. Van die ja, saaie witte bloempotten bijvoorbeeld. Kan je net een randje met de kleurs van de washtape eromheen doen, of een patroontje. Hè? En het staat toch net wat leuker en vrolijker. Ook een heel leuk idee is, ik had het zelf ooit gekregen van een van mijn kijkers. Super lief was dat. Het is een telefoonhoesje gegeven. En een telefoonhoesje had ze toen versierd met washtape. Nou, dit is het telefoonhoesje dat ik heb gekregen. Ze had de binnenkant versierd met washi-tape. Wat ik er zelf echt super leuk uit kan zien. Maar je kan ook de buitenkant doen. Of juist de zijkant. Maar net wat je wilt. En je kan helemaal variëren met kleurtjes washi-tape. Met patroontjes. Ja, of gewoon vormpjes. Het is juist heel tof dat je met washi-tape heel creatief kan zijn. Iets anders wat ik ook wel eens doe is mijn snoertjes. Of mijn USB-dingen of opladers. Daar doe ik dan een washi-tape omheen. Ja, dat is toch wel leuker dan het saaien of dat zwartje. Wat ook heel erg leuk is om die nagellakpotjes te versieren met washtape. Zodat het dopje ervan een heel erg leuk kleurtje heeft. Wat ook handig is, is om bijvoorbeeld je palet, je make-up palet is. Aan de zijkant dan een washtape strookje aan te doen. Zodat je ze makkelijk kunt ordenen. Zo weet je precies welke ook er was. Bijvoorbeeld met Sleek. Sleek heeft heel veel dezelfde palet, in ieder geval de buitenkant. Als je de zijkant bijvoorbeeld Sleek, Au Naturel ofzo. Als je die een rood kleurtje geeft washtape en een ander kleurtje washtape. Kun je ze heel makkelijk herkennen. En wat ook heel erg leuk is, vooral voor op feestjes, is om kaarsjes. Als je de zijkant daarom versiert met washtape. Staat super leuk op tafel. Wat ook wel leuk is om je rietjes te versieren met washi-tape. Geeft ze net iets meer kleur. Vooral voor de feestjes staat dat super leuk. Wat ook handig is om met washi-tape je boekenlegger te maken. Zo'n magnetische boekenlegger. Het enige wat je nog hebt is een rolletje papier. Aan beide kanten van de binnenkant maak je dan een magneetje. En aan de buitenkant versier je met washi-tape. Nou, dan lijkt je boekenlegger toch net wat leuker. Als laatste kun je natuurlijk ook wasknijpers versieren met washi-tape. Wasknijpers zien er over het algemeen een beetje saai uit. Ja, gewoon dat hout. Ik kan me voorstellen dat je dat een beetje saai vindt. Als je daar gewoon een leuk kleurtje patroontje overheen doet met washi-tape, ziet het er gelijk veel leuker uit. Dat was het. Dat zijn 10 dingen die je kan doen met washi-tape. Ja, je kan natuurlijk veel meer dingen met washi-tape doen. Laat hiermee in de reacties achter wat jij met washi-tape doet. Of je washi-tape al kent en wat jij ervan vindt. Ik vind het zelf niet heel erg leuk. En ja, vooral omdat je er zoveel verschillende dingen mee kan doen, vind ik het heel erg tof. En ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg! Nou, niks. Nee, 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 nee.